De parlementaire delegatie uit India is gisteren begonnen met ontmoetingen met bestuurlijke instituten in Suriname en het bezoeken van culturele plekken in ons land. Verslaggever Arantxa Swedo maakte gisteren het volgende verslag voor u. De rest van de delegatie is reeds gearriveerd. Dat was reden genoeg om gelijk van start te gaan met de meeting. Nou, er is een meeting vandaag geweest tussen de president en de delegatie uit India. Het gaat erom dat het niet alleen maar een politieke samenwerking zal zijn, maar ook een culturele. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking legt uit dat de Indiase delegatie in Suriname is voor een oriëntatiebezoek in het kader van hun 75-jarige onafhankelijkheidsviering. Het bezoek was niet alleen omdat er een lange diplomatieke band is met India, maar ook omdat er een culturele achtergrond is van Indiase contractarbeiders. Ramdin geeft aan dat in dat kader het bezoek ook moet worden gezien als een moment voor culturele uitwisseling. Maar ook een gelegenheid om politieke, parlementaire zaken te bespreken. Er is een uitgebreid programma uitgezet. Ze blijven vrij lang hier, 5 tot 6 dagen. En ze zullen naast deze courtesy call die vandaag is geweest met president Santokki, zullen ze zo meteen vertrekken naar Nikeri en daar een heel programma afronden. Ze komen morgen terug en dan hebben ze een gesprek met de leiding van de Nationale Assemblée. Er zullen op woensdag wat overeenkomsten worden ondertekend. Er zijn andere sociale activiteiten gepland vanwege de Indiase ambassade en ook namens de regering. En ze zullen ook een bezoek brengen aan Staatsolie later in de week. En ook een bezoek aan Marienburg en Kommerwijnen. Om een beetje meer te zien van het land ook. Maar ook een beetje te begrijpen hoe onze historie eruit ziet wat betreft contractarbeiders. Ramdin geeft verder aan dat er ook functionele gesprekken zullen worden gevoerd met de parlementaire delegatie uit India. Zo staat er voor morgen een ontmoeting met het bedrijfsleven op de planning. De bewustman geeft verder ook aan dat het parlement vaker een spreekbuis kan zijn om de relatie met India verder te ontwikkelen. Beide landen kunnen voordeel halen uit dit bezoek. Er is al een goede en uitgebreide samenwerking tussen India en Suriname op een stuk van verschillende industrieën hoor. Bijvoorbeeld samenwerking op defensiegebied is er geweest, de helikopters en een aantal andere zaken. Er is ook samenwerking op een stuk van de agrarische sector, van infrastructuur, de pompgemalen. En er zijn wat letter of credits geweest, waarbij met Indiase middelen verschillende projecten hier zijn gefinancierd. Een van de belangrijkste op dit moment is het voorzien van elektriciteit via solar in een aantal dorpen, bijna 25, 30 dorpen in het binnenland. Dat is ook een project dat wordt gefinancierd vanuit deze lines of credit. En dan is er input geweest in de agrarische sector. Dus op verschillende terreinen wordt er iets gewerkt. Belangrijk is dat we dat willen uitbreiden. Minister Ramdin zegt dat het Indiaas bedrijfsleven is uitgenodigd om de mogelijkheden van olie en gas in Suriname te bekijken, aangezien zij daar genoeg ervaring mee hebben. Verder zal er ook worden gekeken naar de mogelijkheden die Suriname biedt in de agrarische en industriële sector. India heeft ook interesse getoond voor de houtsector. President Santokki heeft in verband met de viering van 150 jaar Hindustaanse immigratie in 2023 de Indiase premier Modi uitgenodigd ons land te bezoeken.